Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker kletsen en even inkaderen dat deze video eigenlijk al eerder had moeten opgenomen geweest zijn. Dat ik echt iets gemaakt had en dan was ik me aan het opmaken en aan het praten. Er ging zoveel mis in die video dat ik maar besloot om het gewoon opnieuw te doen. En nu gewoon, ja, nu is het gewoon zit en klets en dat is ook leuk, denk ik. Dus, let's go. Om even te kaderen wat er dus in die video allemaal misging vorige keer. Bijvoorbeeld, het raam stond open. De buurvrouw kwam buiten. dat was niet zo heel prettig, want ja, ik haat het gewoon als mensen mogen praten. Nu is het raam gewoon dicht. Dus daar hebben we al geen last meer van. Ik ga deze lamp even verstellen, want anders zit dat cirkeltje echt te vaak in mijn bril. Dus... dat is de reden dat ik nu gewoon opnieuw begin. Het is intussen ook een aantal dagen verder. En ik besef me nu ook dat mijn situatie... ik had hem eerst... wacht, wanneer had ik die video gemaakt? Vorige week vrijdag. En we zijn nu maandag. Nee, wacht. Ik heb hem eerder gemaakt. Woensdag. Woensdag of donderdag had ik die video gemaakt. En we zijn nu maandag. In die paar dagen is er best wel veel veranderd. Want in die video zei ik nog dat het goed ging. En daar heb ik nu een beetje meer vraagtekens bij of het nog steeds goed gaat. Ik lach wel. I'm okay. Mentaal en zo gaat alles goed. Maar fysiek ben ik echt een wrak. ik heb op het moment ook een snoepje in mijn mond. Dat heb ik puur, zodat ik niet weer begin te hoesten. Sorry voor mijn nagels. Ik weet niet of het opvond. Ze zijn echt... ik moest opnieuw doen straks. Ik heb nog getwijfeld om het in deze video te doen, maar dat duurt veel te lang. Dan zijn we een half uur bezig. Dat gaan we niet doen. Nee, maar het snoepje. Omdat ik anders keihard ga beginnen hoesten weer. En ik hoop dat het niet gebeurt tijdens de video. Doe mijn best. Maar ik zit nog steeds met de hoest. En ik had het al in vorige video's even kort aangekaart soms. Ik zit volop in onderzoeken. Dus even rewind naar de zomer. Ik had in het begin van de zomervlogs dus die hoest. Toen was hij even weg en toen was hij op het einde ineens weer terug. En vanaf toen is hij eigenlijk niet meer weg geweest. Wel even minder geweest door medicatie. Maar nooit helemaal weg. Intussen ben ik bij een KNO-arts geweest. Daar had ik eerst goede hoop bij, want die nam me wel serieus. En ze dacht eerst dat het een onderliggende reflux was. Wat betekent dat je dingen vanuit je maag niet goed verteert of zo. En dan komen bepaalde zure gassen weer naar boven. Maar dat zou ook betekenen dat ik maagzuur en zo zou moeten hebben. En dat heb ik eigenlijk amper. Misschien 3 keer op een jaar of zo nog niet eens, als ik echt zwaar slecht gegeten heb. Maar daar had ik dus pilletjes voor gekregen. Die slik ik nog steeds. Maar ja, kijk, dat helpt dus niet. Dus de refluxstreep. Toen ging het dus opnieuw. Toen was het nog steeds bezig. En toen zei die KNO-arts tegen me: mevrouw, ik vind niks meer. Ik zit vast. En toen dacht ik, you're kidding me? Really? Ik vind het niet grappig. Ik lach er nu weer. Het is zo niet grappig. Mijn lichaam gaat er helemaal onderdoor. Ik kan nu ook beginnen janken. Ik ben aan het lachen en ik krijg tranen tegelijk. Omdat het zo... dat is echt zo'n typische emotie van mij als het echt zwaar zit. Ik lach erom, maar het is echt puur om de ernst ervan even te vergeten of zo. Mijn lichaam takelt echt enorm af van die hoest de hele tijd. En nu, het klinkt allemaal goed. Ik ga bijvoorbeeld morgen weer bij mijn huisarts. Omdat ik echt nog even die kuur, die pilletjes wil. Die me er een paar weken gewoon wel goed doorhelpen. Want ik ben in afwachting van een afspraak bij de longarts. Maar dat is pas eind december. Dus dat duurt nog even. Daar is hij. Intussen heb ik een puffer gekregen. Heb ik neusspray gekregen. Allemaal labmiddeltjes, maar het helpt niet. Hoeveel flessen van die hoestsiroop heb ik er al door? Het is echt niet gezond meer. Ik denk, binnenin is alles
aan het oxideren van de medicijnen of zo. I don't know. Ik ben ook even gestopt met mijn bloeddrukremmers. Om te testen of dat het is. Maar daar ben ik bijna een week mee gestopt. En het blijft nog steeds hetzelfde. Dus nee. Er is iets anders aan de hand. Ik wou nog iets zeggen. Nu ben ik het kwijt. Want ik spring zo van de hak op de tak. Ja, ik wil bij de huisarts dus zo'n kuurtje vragen. Want die helpt me dus een paar weken. De tijd dat ik het slik en nog de weken na. En dat zou, als ik het nu een beetje reken, dan lopen tot ongeveer mijn vakantie. Dus dat zou heel fijn zijn. Als ik even die tijd gewoon kan bijkomen en een beetje rusten. En dat we gewoon normaal december in kunnen. Zonder dit. Want dit, als het even zo alleen was, vond ik het niet eens erg. Maar soms zijn die buien zo heftig. Bijvoorbeeld TMI. Maar gisteravond is al mijn eten er gewoon weer uitgekotst. Door dit. Door hoesten. Door slijmen. En dan krijg ik kotsreflex. En dan... dan gaat het helemaal mis. Goed. Ik ga nog een smoothie nemen. Ricola. Mijn held. Vooral de honey. Dit is honing met echinacea en citroen. Maar... de gewone honey is mijn lifesaver. Ook even mijn neusnut misschien. Dat helpt soms ook. I'm sorry for this. Maar besef dat dit voor mijn omgeving ook echt gewoon zo irritant is. Ook op werk. Zelfs mijn buren maken weer lawaai. Als ik te vaak hoest. Ik kan er niks aan doen. Maar goed. tot zover mijn medische klachten. Nee, niet tot zover. Want door dat hoesten is er ook weer iets in mijn rug geschoten. Heb ik ook al 5 dagen last van. Het was even beter, maar vandaag ben ik gewoon weer in de rode zone gegaan. En ja, niet oké. Spoel de hoest door als je niet aan kan. Juist weer. Verder. Het is november. Ik ga bijna mijn kerstspullen zetten. Daar heb ik... Ik heb al een beetje. Als je hier kan zien. Maar dat zijn dingen die ik nieuw gekocht heb. En ik had mijn Halloween lampjes gedaan. En toen dacht ik... Weet je, ik hang deze gewoon voorlopig. Even daar. Zo moet ik dus ook werken, hè. Dat is zo vervelend. Maar ik pop al echt voor mijn kerstspullen. Alleen, ik ben er nog niet over uit welke kerstboom ik wil. Of, wow, dat was een raar haar aan het zweven. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar dat was echt creepy. Spooky. Halloween is voorbij, jongens. Nee, ik heb heel veel kleuren kerstballen. En toch zit ik nu weer in mijn hoofd met dat ik iets nieuws wil. Namelijk een beetje deze kleuren. Ik had dit lint al gekocht bij de Flying Tiger. En ik vind deze kleuren wel heel mooi. Zo'n traditionele kerstkleuren. Dus ja. Dat. Zoals ik al zei, heb ik ook binnenkort vakantie in november. De week van Black Friday. Ik heb al best wel dingen gepland. En ik zou heel graag proberen naar de Efteling te gaan. Want ik ben heel benieuwd naar Dans Macabre. Ik ben ook bang. Want ik ben een bange scheiter. En ik durf niks. Maar ik heb al beelden gezien en ik denk dat ik het toch wel durf. Alleen, ik nu vandaag ook een filmpje op TikTok. En dat was van mensen waarbij de beugel niet paste. Dus dat maakt me nu weer heel onzeker of ik erin wil. Maar, ja, we gaan ervan uit dat het lukt. Ik ben ook geen tientonner. Maar toch, ik ben er... Als je dat een paar keer hebt gehad, dan maakt het zo onzeker. Ik heb het in Plopsa gehad en ik heb het... 1 keer bijna in de Efteling gehad, maar dan paste het nog wel. Want het was ook niet echt chill. Bij de Baron was dat de laatste keer. Ja, ik zit nu ook op dit moment gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik ben bijgekomen van I don't know what. Ik heb zo lang op hetzelfde gewicht gehangen en ineens, sinds ik bij de diëtiste ga, ben ik bijgekomen. Besef, klopt niet. Ik hoop dat dat binnenkort ook allemaal weer een beetje normaal wordt. En, want ik heb niks aan mijn eetgedrag veranderd, als in slechter of zo. Integendeel. Ik ben gezondere dingen gaan eten en meer bewust gaan worden van niet te veel suiker, niet te veel
ditjes en datjes. Dit is trouwens zonder suiker. Daar fret ik er wel op een dag wel best wel van, wat van op. Dat is dan wel zonder suiker. Als het goed is. Goed. maar die vakantie kijk ik wel naar uit. En helaas, als die vakantie geweest is, dan gaat het heel lang duren voor ik weer vakantie heb. Hoe het er nu naar uitziet, in mei pas de eerste paar dagjes echt vrij. En juli heb ik wat dingen. We hebben namelijk gepland en daar kijk ik zo hard naar uit. Het klinkt heel stom nu, maar om naar de aankomst van de Tour de France te gaan in Parijs. En dat staat echt al best wel lang op mijn lijstje ook. En zeker nu Remco Evenepoel echt goed aan het fietsen is. En toch grote kans maakt ook weer volgend jaar. Als alles goed gaat. Ja, en we hebben dus een hotel geboekt in Parijs voor die periode. Nu is het nog afwachten voor treintickets. En dan zoef naar Parijs. Heel veel zin in. Nu al. Daar kijken. Dit is echt zo. Ik heb zo graag dat ik op een marge van een half jaar. Iets meer dan een half jaar. Al dingen gepland heb waar ik kan naar uitkijken. Ik had dat enorm met de sportpaleizen die er binnenkort gaan aankomen. En nu dat in juni is weer het volgende waar ik kan naar uitkijken. Of juli, sorry. Dus dat zijn echt van die kleine dingetjes die mijn mentaal ook gewoon fris houden van... Ja, maar dat komt er nog aan. Dus doorzetten is leuk. Jee. Kan helpen. Is misschien een tip voor mensen die het ook soms allemaal een beetje zwaar hebben in het hoofd en zo. Wil ik verder nog iets zeggen? Ik ben zo onvoorbereid hieraan begonnen. Ik heb het tablet neergezet, knopje ingedrukt en ik ben begonnen. Ik denk nooit na over deze video's voor ik ga zitten. En ja, ik ben aan het denken wat zei ik toen die dag nog, maar ik weet het eigenlijk niet. Sorry voor die snoepjes trouwens ook de hele tijd, maar je ziet het helpt wel. Het helpt. Ja, vanaf 1 december, de December Lives, wou ik ook nog even vernoemen. Ik ga wel meteen zeggen dat het misschien niet gaat mogelijk zijn om elke dag live te gaan. Omdat ik best wel een drukke planning al heb in december. Ook met voorstellingen, bijvoorbeeld. Ik ga 6 december naar een voorstelling. Ik ga 7 december naar de Lotto Arena. En dan nog dingen. Het idee dat ik nog een feestje van mijn tante, dan kerst en oud en nieuw. Dus nu alvast even, wees niet verbaasd als je die serie gaat volgen. Nee, serie gaat volgen. Dat niet elke dag misschien echt live gaat zijn. Dat ik soms 2 dagen bij elkaar gooi en ja. Dat dus. Maar ik kijk er wel naar uit weer. Ik heb een heel leuke adventskalender. Niet de Bijenkorf, maar het is een beetje het gelijkaardige niveau. En ik ben nog aan het kijken voor een tweede, maar ik had bijvoorbeeld die van Essence & Catrice gezien. Maar die vind ik zo belachelijk duur geworden voor wat het is. Die van Essence was 30 en die van Catrice was 40. Maar dan als je kijkt naar de inhoud, nagelstickers, oogpatch, een nagellakje. Ik vind ze heel niet waard. Helaas. Misschien mocht ik het geluk hebben om met Black Friday een kalender aan 50% korting nog te scoren. Dan doe ik het. Want zo heb ik het vorig jaar ook gedaan. Met die Essence kalender. Dus dan doe ik het nog wel. Ik had ook bijvoorbeeld die van Yves Rocher gezien. Maar die vind ik ook zo belachelijk duur voor wat erin zit. Voor allemaal kleine minis. En de geuren die erin zitten zijn niet echt mijn ding. En ja. En ik kijk ook voor eentje voor eten, maar ik ben tot het besluit gekomen dat ik eigenlijk dat eten de helft van de tijd niet opeet. Dus het is eigenlijk ook wel zonde om het dan alleen maar voor de video te doen. Beetje gezond van het geld. Geef ik het liever aan andere dingen uit ofzo. En eigenlijk de adventskalender die ik nog steeds het allerliefst zou willen is een keertje die van Lush. Maar die kost 300, 400 euro. Het is prijzig. Ja. Nee. Of 200. Ik weet niet. In ieder geval, hij is duur.
En daar heb ik het niet voor over. Misschien als hij ook in 50% korting komt. Ik zit toevallig het eerste weekend van de koopjes zit ik in Antwerpen. Dus dat wordt gelijk richting de Lush. Ik denk als we aankomen meteen zaterdag al richting de Lush. En kijken of de pakketten aan 50% staan. En inslaan. Dus ja. Maar goed. Ik denk dat ik het hierbij laat voor nu. Misschien nog even mijn dag van vandaag. Ik heb gewerkt. Ik heb gekookt toen ik thuis kwam. We hadden dit weekend op de markt verse spinazie gekocht. En die, ik hou echt van verse spinazie die je nog zelf moet schoonmaken en zo. Echt van die grote bladen van de markt. Maar die was zo smerig. En we hebben een beetje kut dat ons koude water heel traag loopt. Dus het duurde echt een eeuwigheid voor die helemaal goed te wassen en zo. Maar ik ben er doorheen. En die ik zag lekker opsmikkelen. Heel veel zin in. Ik hou van spinazie. Iets wat heel veel mensen die net niet lusten, dat vind ik dan heel lekker. Trouwens, mijn missie om groenten te leren eten. Ik weet niet of ik dat ooit al had verteld, maar ik moet van de diëtiste dus eigenlijk groenten leren eten. Dat is nog niet gelukt. Ik had het doel om sla en wortels een beetje meer te leren accepteren, maar ik heb eigenlijk nog niet eens geprobeerd. Ik heb één keer een stukje rauwe tomaat in mijn mond gehad en ik dacht, die was er nog sneller uit dan dat die erin was. Ja, sorry. Als mensen nog tips hebben, let me know. Maar ik ben echt een super moeilijke eter en ik ga echt, in mijn hoofd zijn het gewoon, ik ga te veel af op de stukjes en de textuur en de, ja, stom, maar als iemand tips heeft, let me know. Maar goed, ik ga stoppen met praten. En hoesten. Proberen. Sorry voor de hoesbui van net. Ik kan er niks aan doen. Dat zeg ik heel vaak. Ik loop het de hele dag te zeggen. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik hoef helemaal geen sorry te zeggen. Het is gewoon een probleem. Een medisch probleem. Maar ik heb het gevoel dat ik tegen mensen altijd sorry moet zeggen, omdat het heel vervelend is. En ja. Maar het is voor mij ook mentaal heel moeilijk, dus ja. Komt op een dag wel weer goed. Laten we hopen dat die longarts iets vindt. En ja, dat gaan jullie horen in december, want dan ben ik live. Dus dan krijgen jullie waarschijnlijk een uitgebreid verslag hoe het op dit moment dan zit allemaal. Dus ja. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het toch een beetje leuk vond. En ik zie jullie graag voor een volgende video. Ciao!